Oud-burgemeester Hans Gielissen was dinsdag weer even terug in Venray. Hij onthulde daar bij Royhof en Vincentiushof twee bijenhotels. In samenwerking met IVN Gijsteren Venray en Stichting Inbegin, maar vooral dankzij de opbrengst van Voorbijtjes, werden de hotels gerealiseerd. Wat is Voorbijtjes precies? Ja, dat was een boekje met terugblikken op 10 jaar burgemeester zijn in Venray. En dat boekje was eigenlijk zo aardig dat iemand zei, je moet dat boekje eigenlijk verkopen en kijken of je er met de opbrengst iets leuks kunt doen. En waar anders kun je het dan besteden dan aan bijen, hè? Want dat is toch een van de beeldmerken van Venray. En de bijen heeft het moeilijk, dus ik dacht, laat ik dat maar doen. Ja, het plan was om 1 bijenhotel te schenken aan Venray. Dat worden er in totaal 4, dus het is een groot succes. Ja, het heeft wat meer opgebracht dan we dachten, dus... In goed overleg met IVN, Gijsteren, Venray konden er 4 bijenhotels worden gemaakt. Dus ja, dat is feest voor de bijen. De eerste hier in Droijhof, in de binnentuin. Ja, voor de bewoners wordt dat natuurlijk genieten, de bijen op bezoek. Waarom is het zo belangrijk dat die hotels geopend worden? Ja, ik zei net al, de bijen heeft het moeilijk. Dus het is gewoon goed dat we een beetje die bijtjes ook voor zorgen dat ze een plekje hebben. Maar het is ook goed om de mensen ervan bewust te maken dat dat zo is. En daar is een bijenhotel natuurlijk ook heel goed voor. Dan snappen we weer een beetje waarom dat zo belangrijk is. De bijenhotels zijn vooral bedoeld voor de solitaire bij. Je hebt bijen die wonen in een korf of in zo'n grote mand, een kast. En dat wordt dan door imkers allemaal onderhouden. Maar de solitaire bij is gewoon een wilde bij. Die leeft in gaatjes die hij kan vinden. Of soms ook in de grond. En zo'n bijenhotel die levert eigenlijk die gaatjes waar die bijtjes in kunnen kruipen. En daar zorgen ze voor hun nageslacht. Ja, we zijn het in het begin al even terug in Venray. Hoe is het dan altijd om terug te zijn? Ja, het weer is wat minder, maar ach, of het nou regent of mooi weer is in Venray, is het altijd mooi. Dus ik ben weer eventjes terug van weg geweest. Ook in het Lobeekdal en bij de Voedselbosrand komen nog bijenhotels.